Yo mensen, Jeroski hier en welkom bij weer een nieuwe live challenge hier op Black Ops 2. Voordat ik ga beginnen met dit commentaar en voordat het game ook begint, doe ik even mijn gordijnen dicht. Want het is alweer avond, het is alweer donker buiten. Het is natuurlijk ook nog wit buiten, want er ligt allemaal sneeuw. Maar ja, ik doe wel eventjes altijd mijn gordijnen dicht, zodat niemand naar binnen kan kijken. En denken, wat is fuck is die fan nou weer aan het praten? Want dat werkt natuurlijk niet. Ik praat natuurlijk tegen mezelf en die denken dan ook, hij praat tegen zijn beeldscherm, hij praat tegen zijn tv. Maar we spelen free for all op de maps. Hijacked en we gaan weer proberen een live challenge te halen. Op de vorige challenge die ik had gedaan op Black Ops 2 kreeg ik de reactie van weer een free for all game met scorebord omhoog. Dus dat gaan we nu proberen te halen. We hebben één game de kans om deze challenge te halen. Mochten we niet halen, hebben we de challenge gefaald. Mochten we het wel halen, hebben we weer een challenge gehaald. Ik zal open meteen het scorebord en ik ga gewoon even kijken. We zien helemaal niks meer. Ik ga denk gewoon, oh shit. Ik ga denk gewoon proberen te kijken tussen de namen en tussen de points in. Dat is denk ik het slimste. Want je kan er bijna niet doorheen kijken. De transparantie in dat scorebord is echt gewoon heel laag. Ik wou zeggen heel hoog, maar het is juist heel laag. Die vent wordt gekild, maar door wie wordt hij gekild? Maar loop, ik zie helemaal niks meer. Wat is dit voor challenge? Ik weet niet wie deze challenge heeft verzonnen, maar heel veel mensen hadden echt gewoon gesuggest om deze challenge te proberen. En ook proberen te halen natuurlijk, want ik heb nog geen één challenge gefaald, dus dat wil ik ook niet gaan doen met deze challenge. Het is misschien best wel een makkelijke challenge, maar er zitten zo te zien ook gewoon goede enemies tegen me. Ze zijn zo te zien best wel goed, ze hebben ook alweer 3-0. Ik sta 3-0 met het scorebord omhoog, dus ik denk dat dit nog wel een moeilijke challenge gaat worden, want die fangs zijn best wel goed. We gaan nog gewoon even proberen die spans te controleren. Ik kon zo te zien nu iemand in mijn rug, dankjewel. En we hebben onze UAV. Kut, ik kan mijn UAV niet inroepen. Nee! Ik kan mijn UAV niet inroepen omdat het scorebord al open staat. Oh nee, dit is echt scheid irritant. Ik heb ook al mijn counter UAV. En ik kan dus ook niet van wapen wisselen, want als ik van wapen wissel en op driehoekje druk, dan open ik het. Oh nee, ik kan dus ook niet springen, want ik kan niet op kruisje drukken. Nee! Dat ga je niet menen, man. Ik kan dus eigenlijk helemaal niks doen hier. Ik kan dus alleen maar kills maken met mijn wapen, want de rest, dat werkt gewoon allemaal niet. We stonden 6-0, we gaan gewoon proberen die challenge te halen. Ik kan helemaal niks als ik op driehoekje druk gebeurt. Dit dus. Oh, dit is echt een scheid challenge. Joh, hier zat iemand te camp met twee bouncing baddies. Waarom sta je hier te camp met twee bouncing baddies, man? Ik ontwijk ze toch wel. Bouncing baddies, by the way, in dit spel hoef je niet helemaal voor te gaan liggen. Je kan ze gewoon ontwijken door middel van te gaan bukken. Eerst moest je op Modern Warfare 3 echt helemaal gaan lopen liggen om een bouncing baddie te ontwijken. Maar hier kan je gewoon één keer op je knokkel drukken. En dan ontwijk je de bouncing baddies ook al. Dus je kan eigenlijk binnen een paar milliseconden een bouncing baddie ontwijken. En dat is gewoon veel chiller dan in MW3. Want in MW3 moest je helemaal moeite gaan doen om te gaan liggen. En we kunnen dus niet springen, niet van wapen wisselen, niet onze killstreak inroepen. Dus we kunnen alleen maar kills maken met ons wapen. Dit is echt een irritante challenge om te halen, jongen. Ik zie ook helemaal niks meer. Het scorebord in je beeld is echt mega groot. En je kan er nog ineens doorheen kijken. Want ja, ik weet niet wat ze hebben gedaan met het scorebord. Maar het boeit me niet. We moeten gewoon proberen die challenge te halen. Die vent komt in mijn rug en van voren. Jezus, jongens. Speel nou eventjes niet zo goed. Ga even wat slechter spelen. Ik ben met de challenge bezig. Ik moet die challenge halen, want anders vind ik het niet leuk. Oh shit, hij schiet weer op me. Komt hij nu hierheen? Ja, hij komt hierheen. Wat een scheidcamper. Niet gaan campen, jongen. Hij stond volgens mij 8-0 en nu heb ik hem gekild. Nu is hij boos. Ben je nu boos, jongen? Ben je nu boos? Uh-oh. Dankjewel. Nee, ik weet niet of ik nou had. Ik weet niet. Nee, ik zie niks. Ik zie niks. Zo, dit is echt een irritante challenge, man. Oh, waarom hebben jullie zo een challenge gesuggest, man? Ik zie toch helemaal niks meer. Ik zie ook niet waar ik loop. Ik zie ook geen map meer. Dus als er iemand in mijn rug komt, dan kan ik dat ook niet zien. Hier zie ik wel iemand achter die boot lopen. Als we die nou kunnen killen, ben ik blij. Dankjewel. Dan spant er waarschijnlijk nu weer een vorm. Ik mute allemaal mensen. Ook gewoon omdat ik op kruisje druk, omdat ik probeer te gaan springen. Ik probeer me wapencancel te doen. Alleen het lukt ook niet omdat ik weer niet op driehoekje kan drukken. Ik word nog gespantrapped ook. En dit is dus echt scheid irritant. Hier staat iemand te spantrappen. Hebben we jou? Nee, hij staat ons echt keihard te spantrappen. We zitten echt tegen goede mensen op. Mensen zijn ook allemaal hoog level. En ze weten gewoon hoe ze free for all moeten spelen. Ik ben nog niet zo'n pro in free for all. Ik weet nog helemaal niet hoe ik free for all moet spelen. Ik ken de spans nog niet. En hun weten dus gewoon precies hoe ze free for all moeten gaan spelen. Ze zitten gewoon een beetje te kampen. Ze zitten gewoon een beetje te kutten. In de hoop dat ze een goede score halen. En de hoop dat ze dit game winnen. En ze weten gewoon waar ze spannen. Ze weten wat ze doen. En ik weet dat niet. Ik ben gewoon aan het proberen die challenge te halen. En hun weten echt gewoon: ik doe dat. Ik win het game door dat. Ik win het game misschien niet met een goede score. Maar ik win wel gewoon het game. En daar gaat het om in free for all. Om het game te winnen. En ik kan dat gewoon dus niet. Die vent staat echt keihard te spantrap. Ik probeer ook gewoon payback te halen, maar dat lukt niet. Omdat hij gewoon te hard aan de spantrap is. Die vent ontwijkt mijn bouncing baddy die ik altijd meteen neergooi in free for all. En we staan op dit moment gewoon achter. Ik word meteen weer gekild. Oh mijn god. Dit is zo irritant, joh. Hijacked, kleinste map in het spel. En dan nog free for all ook. Zo. Dit is irritant. Er staat een sentry gun. Wat is dit allemaal, man? Ik snap er helemaal niks meer van. Er staat hier een fucking sentry gun daar, hoor. Ik kan hem gelukkig nog zien. Dus we gaan hem gewoon even proberen te ontwijken. Niet om misschien de sentry gun. Kunnen we jou killen? Dankjewel voor de kill. Kom op, jongens. We moeten het game winnen. Ik heb nog geen eens challenge gefaald. Dat wil ik ook niet doen. De sentry gun schiet godverdomme weer op me. Die vent die killt me ook nog eens met de Remington. Wat is dit voor challenge, man? Ik snap er niks meer van. Oké, kom op, Jan. Concentreer mode. Concentreer. Sentry gun schiet op je. Sentry gun schiet op je, Jan. Wat ben je nou mee bezig, jongen?
Oh, wie heeft deze challenge verzonnen? En dan kom ik toch ook tegen goede mensen ook, hè. Als ik dan gewoon tegen noobs kom, kan ik die challenge makkelijk halen. Maar ik weet gewoon niet wat ik moet doen. Die fans spawnkillen me echt gewoon keihard. Jou killen we. Er komt er ook nog een in mijn rug die ze aan het spawnkillen is. Holy shit, we staan met z'n drie op plaats nummer 1. Als we dit game kunnen winnen, ik zweer het, jongen. Dat wordt echt epic. Kom op, Jan. Gooi je bouncing badges neer. Oh shit, ik druk weer op driehoekje. Nee, ik druk weer op driehoekje. Ik wou van wapen. Ik druk het toch een keer op. Stop. Stop ermee. We staan met z'n drie op de eerste plaats. Kom op. Wie wint dit game? We spelen met drie goede mensen tegen elkaar. Wie wint dit game? Wie dit game wint is gewoon de beste van ons. Ik heb het scorebord openstaan, anders had ik waarschijnlijk echt gewoon keihard geoond. We worden nu weer gekild door die Remington en we staan nu eerst met een andere iemand. We staan nu nog maar eerst met twee mensen. Die vent is wel met de comeback bezig die ook eerste staat. En we moeten gewoon deze challenge halen. Kom op, kom op. Dit wordt weer zo'n epic challenge als die Mollenworfer Sensitivity 1 challenge. We moeten hem halen, kom op. Wacht even hoor, ik heb geen zin om over een onderwerp te gaan praten in het live. Komt er. En we hebben de kill, dankjewel. Loop mijn boze Betty maar in. Die dingen gooi ik altijd gewoon neer in free-for-all. Heb je nodig om dat game te winnen? Vooral als je het scorebord open hebt staan, want je ziet echt gewoon helemaal niks meer. Ik zou zeggen, test deze challenge zelf een keertje uit. Twee bouncing badges achter me, kunnen ze ontwijken, we kunnen ze ontwijken. We rennen hier naar buiten, zie ik iemand lopen. Kom op. Loop maar richt meteen, please. Ja, één. Ja. Nee, ik kan hem. Ja, ik heb hem wel. Dan komen ze waarschijnlijk nu in mijn rug. We staan op dit moment voor. Kom op, 24 kills of 6 kills te gaan. Ik zie hier weer iemand lopen, maar ik ben hem kwijt, want ik zie niks. We killen hem. Er komt er daar nog een. We killen hem ook. Nee, we killen hem niet, want er komt er nog een. Nog 5 kills te gaan en we moeten deze challenge halen. Kom aan. Ja, gooi de nade back voor je. Moest je die nade maar niet gooien. Er komt er nog een in mijn rug ook. We zijn gewoon bijna negatief, jongen, in dit free-for-all game. Ik weet niet wat er allemaal mee gebeurt, maar dit slaat echt gewoon helemaal op pure poep, jongen. Ik snap er niks meer van. Jou killen we ook. Dankjewel. Nog twee kills. Hier staat er nog eentje. Nog één kill. Yes! We hebben gewoon dit game gewonnen! Fuck yeah, we hebben nog geen één challenge gefaald en we hebben deze challenge ook weer gehad. We speelden het echt tegen super pros. Ze waren denk ik ongeveer even goed als mij. Ze waren aan het spawn trappen, ze waren aan het spawn killen, weet ik veel hoe je het noemt. Ze waren aan het campen. Jongens, we hebben dit game gewoon weer gewonnen. Als we 400 of 500 duimpjes omhoog op deze video kunnen halen, ben ik weer blij. We hebben weer een challenge gehaald. We hebben tot nu toe geen één challenge gefaald. Jongens, bedankt voor het kijken naar deze video. Bedankt voor de 5000 abonnees. Bedankt voor de misschien al 5100 abonnees wat we op dit moment hebben. En ik ga jullie gewoon weer zien bij het volgende commentaar, jongens. Holy shit, we hebben het gewoon weer gehaald. Deze was echt intensief. Tot de volgende keer. Bye-bye.